We zijn eigenlijk met scenario's bezig, ook naar aanleiding van dat bezoek aan Oekraïne, om uit te werken van wat doen wij nou als Nederland op het moment dat we in zo'n situatie belanden. Daar zijn we naar, Ton zei, we zijn veerkrachtig, maar we zijn niet klaar voor alles. Nou, dat bleek ook wel uit die oefening die wij toen deden. Ja. Zijn er belangen naar niet klaar voor, mentaal ook helemaal niet op voorbereid. We zitten natuurlijk in een samenleving waarin burgers zodra er 2 uur iets niet werkt, gewoon naar de gemeente denken te bellen van fix het. Ja. Nou, dat gaat dus niet, mensen. Hè? Dus daar moeten we iedereen ook in meenemen, op voorbereiden. En daar zullen we ook een handelingsperspectief vooral moeten bieden. We moeten mensen ook wel uitleggen, wat kan je dan doen? Ja.